Dit is de mountainbike route van Linde. Let's go. En Linde, daar zijn er meer van in Nederland. En dit is degene in de Achterhoek, vlakbij Vorden. Deze route is bijna 20 kilometer. Heeft niet zo heel veel hoogtemeters. Op wat hobbeltjes na. En ik ben gestart bij Kasteel Vorden. En van daaruit, als je de route wil vinden, moet je de oprijlaan weer even terugrijden en dan naar links. En dan zie je vanzelf de pijltjes die je naar het startpunt brengen. De Achterhoek is een heel groot netwerk van allerlei mountainbike routes. Deze kan je ook combineren met bijvoorbeeld Zelhem, Ruurlo. Die overlapt zelfs een beetje en je kan ook naar Vorden toe. En zo kan je hier een mooi dagje hebben. Ik ben heel benieuwd wat deze me te bieden heeft, dus let's go. Wat een leuke, speelse singletrack. Zo zie je dat je niet altijd hoogtemeters nodig hebt om een leuke trail aan te leggen. Want hoogtemeters zaten er bijna niet in. Op een paar keltjes na. Prima geshaped, goed onderhouden. Goede afwatering zo te zien. Ah, nu wel leuk. Dat is wel tof. Schapen hier hebben ook MTB Challenge logo. Kijk maar. Hier in de Achterhoek hebben ze het echt wel goed voor elkaar met het uitpeilen. Het wordt goed aangegeven hoe je kan verbinden. Je kan echt meer dan 100 kilometer hier lussen als je wil. En dat is natuurlijk super vet. Ik hou het vandaag alleen even bij de zwarte bordjes. En let's go. Goed, dit was de mountainbike route van Linde. De singletracks die hier liggen zijn echt wel tof. Mooi aangelegd, goed geshaped. Ook al zijn er geen hoogtemeters, die mis je ook niet. Het is lekker speels. Je hebt wel echt veel verbindingsstukken. Je komt hier uiteraard niet voor de technische uitdaging, maar gewoon voor lekker kilometers maken op een leuke trail. Voor alleen deze route zou ik denk geen 2 uur rijden. Maar als je hier in de buurt bent of je bent van plan om meerdere routes aan elkaar te lussen, zoals bijvoorbeeld Vorden, Ruurlo, Zelhem, dan kan je hier best wel een leuke dag hebben. En daar zitten aardig toffe stukken bij. Dus dat is zeker een aanrader. Ik denk dat het in ieder geval wel een mooie aanwinst is voor de steeds groter wordende netwerk van de Achterhoek. Vond je het een leuke video? Geef dan een like. Vergeet niet te abonneren. En zie je bij de volgende. Ciao.
Dat is een cijfer, dat is een cijfer.